Ja, hallo. Ja, met wie? Ja, met de vader van Els, ja, de heer Schuit. Ik zou even met mijn dochter willen spreken, met Els, kan dat? Die boven u woont, ja. Zeker en vast. Samen met uw neef. Die, die woont niet bij u, ze woont boven. Weet u nog? Mireille, ben jij er klaar voor? Ik ben klaar. Nee, nee, niet u daar. Ik zei dat de tv iets zachter moest hier. Ja, ze hebben hier de tv aan. Is het publiek er klaar voor? Ik weet wel dat ze niet bij u woont. Ze woont boven met uw neef. Nee, mevrouw, ik heb geen verkeerd nummer. Ik heb het goede nummer. Ik heb het hier op een papiertje staan. Hier vlak voor me. Misschien heeft u verkeerd gekozen. Ja. Wat? Nee, dat heb ik niet gedraaid. Ik draai geen 46690. Waarom zou ik dat draaien? Ik heb het hier toch op een papiertje staan. 46609. Dat heb ik gedraaid. En dat is het nummer dat ik wil hebben. Nee. Nou, dan is er iets met die telefoon niet in orde. Ja, dat zou ik helemaal niet meer. De storingsdienst, ja. Maar mevrouw, het is toch niet mijn fout dat u hier in bed lag? Ik kan van hieruit toch niet in uw huis kijken? Die toestellen zijn er nog niet, nee. Ik weet toch niet dat u al in bed lag? Ik wou niet eens met u spreken. U gaat trouwens wel vroeg naar bed, ja. Het is pas 20:30, bedankt ons. Mevrouw, het is toch niet mijn fout dat u ziek bent? Ja, van hetzelfde, ja. U klinkt anders niet erg ziek als ik het zeggen mag. Stom zigeunerwijf. Zeg dat ik het verkeerde nummer heb gedraaid. Ik heb een notabene hier op een papiertje voor me. Achterlijk. Ze bedoelde dat u verkeerd hebt gedraaid. Waarom zou ik dat doen? Dat doe ik toch niet? Tuurlijk, ik heb het goede nummer. Ik heb het hier op een papiertje. Achterom kom jij eens even kijken of ik het goede nummer draai. Die telefoonlijnen zijn natuurlijk allemaal in de war. Je hebt onder water gezeten. En dat gebied nooit moeten droogpompen. Zie je wel? Hallo, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik zou even met Els willen spreken. Inderdaad, haar vader, de heer Schuit, ja. Hè? Kunnen jullie even naar boven dan? Het gaat om de moeder, om mevrouw Schuit. Dat is toch zo gebeurd? Nou, dan loopt u twee trappen, zo wat. Flits nou even die trap op, mevrouwtje. Dit kost toch allemaal geld? Ja, ik wacht wel even. Verkeerde nummer. Ze is er even gaan halen. Stom wijf. Te ruim twee trapjes op te lopen. Had te lang terug kunnen zijn. Nou, die tv kan er wel weer wat harder, hoor. Even kijken. Oh nee, die is die Peter Jan Rensenbrink. Bah. Zo, dat is beter. Zo. Dat is een mooie doos bonbons, zeg. Wilt u er een? Nee, ik heb liever een koekje. Neemt u maar. Dank u. Maar, eerlijk gezegd, een hele mooie doos bonbons, hoor. Mag ik even het kaartje zien? Oh nee, deze met zachte vulling. Ik heb liever met een harde vulling. Hoe lang gaan ze erover doen? Wie? Wie is zij? Oh, die. Dat heb ik helemaal vergeten. Ja. Niet lang. Hoop ik tenminste. Ja, dat is wel helemaal met Goes. Maar dat niet kost bellen met Goes. Het is goedkoper geworden. Geef even eens een belletje. Was er op de tv die spot? Wie was er ook weer, die dikke? Roze, Adelaide Roze. Nee, die niet. Dat was van op de fiets van de... Doeg! Nee, dat was wel aardig. Nee. Schrijf eens even een kaartje. Nee, hè. Pak eens even de telefoon, dat was het. Ik geloof dat ik hier moet op praten. Probeer onze aandacht te trekken. Hallo. Ah, ben jij dat, Els? Ja, dat is pa. Hé? Nee, er is niks met je moeder, nee. Nee, het gaat goed met haar. Nee, we mogen niet klagen, hoor. Hoe bedoel jij wel? Woorden met je tante, is ze belazerd? Heb je gezegd dat het om je moeder ging? Ja, wacht maar, ik ga er wel even halen. Zo terug, blijf hangen, hè? Ik wip even naar de overkant, ga ik moeder de vrouw even halen. Oh, als jullie even met haar willen praten, ga rustig in gang, hoor. Die is mijn dochter Els. Zo terug, hè? Waar gaat hij naartoe? Hij is zijn vrouw halen. Ja, die haak die staat wel verbonden met Goes. Stil nou, anders hoort ze je nog.
Dat kan me niet schelen, betaalt hij voor dit gesprek? Ja, dat weet ik niet. Vraag hem maar. Hé, maar wie heeft er trouwens gezegd dat hij van onze telefoon gebruik moet maken? Ik heb alleen gezegd dat het kon, in noodgevallen. Ja, ik wist niet. Jij weet niet veel, hè? Ik hang gewoon op, echt waar. Dat kan je niet doen, Tom. Kan ik wel doen, moet je maar eens kijken. Nee, niet doen. Nee, wij vinden het helemaal niet erg, hoor. We vinden het wel erg. Nee, ja, natuurlijk niet alsmaar, maar... Kom zo. Kijk dan uit. Mijn eigen voren zijn ook voor me krassen, dus... Hij komt er niet meer in, het is de laatste keer. Ja, heb eens. Goedenavond. Oh... Oh, dat spijt me. Zat u net naar een programma te kijken? Help nou eens even. Kijk uit. Ja, die spoel me dan weg. Ja, zo komt hij. Niks aan de hand. Wel hoor. Zo, nou, praat maar met hem. Hoe lang mag ik spreken? Ah, dat maakt niet uit. Vind je het toch wel goed, hè? Hé, Tom? Hallo, kind. Denk niet dat ik niet dankbaar ben, hoor. Maar ik zou je graag op de een of andere manier willen terugbetalen. Je een pilsje willen aanbieden of zoiets. En ik ga je geen geld geven. Oh, ja. Dat vatten sommige mensen op als een belediging. Ik zeg altijd maar, een goede buur is beter dan een verre vriend. Daar moeten we dankbaar voor zijn. En daar mogen we geen misbruik van maken. Kijk er nou eens zitten. Ah, hè? De schat. Ja. De tijd van de leven. Babbelde, 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 babbelde. Ik denk, nou, ik wou zo graag even bellen. Wat een mooie doos is dat toch, zeg. Ja, dat is zo. Nou. Nee. Nee, heerlijk, ik ben van de geestjes aan de overkant. Dus zeg ik geen nee tegen. Dank u wel. Ja, die. Nou. Ja, natuurlijk, kindje. Kijken wat er vanavond nog is. Nou, kijk wat we hebben. Meer punt dat het geschäft überhaupt aan loopt. Nee, dat niet. Hé, kijk eens aan. Is dat niet die, hoi?